In het objectkast hebben we verschillende mogelijkheden in verschillende gebieden om bibliotheeksymbolen van Elements te gebruiken. Ik kies in het gebied frontontwerp het frontsymbool uit frontmap. Nu wordt hier automatisch een symbool ingevoegd. Het is belangrijk om te begrijpen hoe de toegang tot de bibliotheek werkt. Er is hier een bestand Elements Bibliotheek VWX. Dit bestand bevindt zich. Als ik de accessoire manager wat breder maak, in het gebied C, dubbele punt backslash gebruikers, backslash openbaar, backslash openbare documenten, backslash Elements CAD, en hier is de favoriet voor de betreffende versie, Bijvoorbeeld 2023 aanwezig. Ik hoef dit niet meer te openen, want we zien deze favoriet al hier anticiperen op verwarring of fouten voor. Deze favoriet mag natuurlijk alleen hier verschijnen. Dus als hier een foutmelding is, Kunt u de favoriet hier nogmaals verwijderen en opnieuw laden, maar heel belangrijk is ook hier dat we dit voor de volledigheid vermelden. Dat we de volledige accessoires weergeven, anders kan het gebeuren dat we misschien alleen een sectie voor zien, zodat niet alles in de Elements bibliotheek wordt weergegeven. We zien hier dus dat er geen submappen worden weergegeven, terwijl bij volledige accessoires nu het volledige accessoire wordt weergegeven. Als ik hier aan de zijkant openklap en hebben nu verschillende symbolen en deze symbolen kunnen we natuurlijk ook individueel aanpassen. Als ik bijvoorbeeld dit symbool front 04 wil gebruiken Hoef ik alleen deze symboolnaam in te voeren, en nu zien we meteen dat dit front hier wordt ingevoegd. Dit is echter slechts een voorbeeld, want we kunnen zoiets ook direct parametrisch genereren. Maar als we nu precies kijken, zien we dat dit symbool iets lager heb ik hier front 04. Ik zou bijvoorbeeld dit symbool kunnen dupliceren als Front 04a en dit symbool vervolgens in de 2D-weergave of 3D-weergave kunnen bewerken. We zien hier een groep. En als we het helemaal uittrekken, zien we hier dat er allemaal afzonderlijke 3D-polygonen zijn. Ik kan hier gewoon iets eigens tekenen. Ik teken hier gewoon een rechthoek in, maak er een extrusie van en rek deze figuur uit. Nu kan ik dit object uitsnijden en alles wat hier aanwezig is verwijderen. Je kunt nu met invoegen op oorspronkelijke positie de extrusie op dezelfde plek invoegen en nu heb je dus een gewoon object. Nu kan ik hier misschien als voorbeeld gewoon iets tekenen. Ik ga gewoon weer naar het rechthoek, teken hier gewoon een willekeurig object. Ik kan nu het snijvlak verwijderen, dus nu heb ik een nieuw object. En ga uit het object, maar het is het beste om dit voor de zekerheid te converteren naar een 3D-polygoon, en dan hebben we dus een nieuw object van front 04. Ik kan hier nog een ander voorbeeld geven. Ik neem de vaatwasser G8051 en nu heb ik hier het resultaat getoond. Een andere optie hebben we in het gedeelte basis. Hier kunnen we ook zeggen: symbool uit de basismap. En ik voer gewoon een basis in uit het basissymboolbestand en kies bijvoorbeeld basis 06. Ik voer gewoon het nummer 6 in en we zien meteen het resultaat. Nu wordt hier gevraagd of de hoogte van het symbool moet worden overgenomen of dat het nummer 120 moet behouden. Ik klik nu gewoon op nee. En we zien nu dat de waarde 120 wordt behouden en het nieuwe basissymbool wordt hier toegewezen. Ik ga nu naar het accessoirebeheer ga naar de mappen profielen en afwerkranden. En hier hebben we een doorsnede bijvoorbeeld 40 bij 15 en het symbool afwerkrand 74. Dat wil zeggen 40 bij 15. Dan moet de afwerkrand ook 40 mm dik zijn. Dan maken we hier afwerkrand dikte 40 en kiezen we de afwerkrand 74. Dit is nu een 2D object. Dus 2D-weergave bewerken. En hier kan ik eenvoudigweg de polylijn wijzigen, ergens een aanpassing maken, zeg gewoon snijvlak verwijderen, verwijder het object, ga er weer uit, laat het symbool 74 nogmaals bijwerken. Ik ga weer terug naar de normale afwerkrand. We hebben ook object op de afwerkrand. En hier kunnen we ook een symbool toewijzen. Ik ga naar object/symbool op afwerkrand. En kan hier bijvoorbeeld Miele kookplaten KM360 kiezen. En nu hebben we eerst dit nieuwe symbool. Ik vul gewoon 0 in bij positie en een breedte van 550 en we zien meteen het resultaat. Het spannende is dat we dit helemaal kunnen opslaan als symbolen om het permanent als een enkel kastsymbool in te stellen.